Goedenavond, Jozef. Waar zijn we? We zijn in Hilversum. We zijn in Hilversum. Tijdstip. Iets over 7:30 s'avonds. Ja. En één ding ben ik heel blij. Het is nog droog. Straks gaat het weer regenen. Ja, over een klein half uurtje. Zo, ik voel de eerste druppels alweer. Ja, dus we zaten even in de grafieken te kijken. Denken we, nou, nu hebben we de kans. Nu hebben we de kans. Dan gaan we dat doen. Ik voel de druppels alweer. En we zien het gebouw. Gebouw waar wij een hele week gaan zitten. Mogen wij dat al gaan vertellen eigenlijk? Nee, ja, goed, dat gaat wel gebeuren. We mogen langskomen in oktober. We mogen in oktober een hele week langskomen. Ja. Dat mogen we wel zeggen zo? Ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik denk het wel. Nou, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik begin het alweer behoorlijk. Nee, ik begin goed. Hé, luister eens. Vanavond, Marcel en Gijs. Ja. Wat ik wel wil vragen even. Vanmiddag hebben we hem gesproken. Ja. We hebben hem gezien. Jij was helemaal hote de bol toe. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dat even teweeg te laten. Maar gaan wij daar nog een foto maken? Ja, je kan gewoon foto's maken. Als je je telefoon op vliegtuigstand zet, kan je foto's maken. Ja. En eigenlijk, de intentie van mij is om daar aan de tafel te gaan zitten en om een foto van ons te hebben maken. Moeten we wel even vragen. Ja, dat wil ik wel even vragen. Dat lijkt me wel leuk, tot we toch aan een talkshowtafel zitten. En dat we die dan gebruiken op ons kanaal. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Wij gebruiken alles natuurlijk. Hè? En we disrupten ook alles natuurlijk. Ja, dus dat fotootje is dan ook niet zo erg. Nee, dan zitten we aan die Want tafel. Anders hadden we al lang, We kunnen ook een foto maken van die tafel zonder... Ja, we maken gewoon genoeg foto's. Je mag foto's maken en filmen, dus dat is We goed. Hebben wat opnames gemaakt hier op het Mediapark. Ja. Helaas begon het toen te exploderen. Zo. Wat nu eigenlijk ook wel een klein beetje weer aan de gang gaat. Straks gaat het weer hozen. Ja. En het was een mooi. We hadden heel veel leuke dingen op de plank. Maar ja, helaas is het een beetje in het honderd gelopen. We hebben wel een hele leuke opname gemaakt voor het NPO-gebouw. Ja, dus die wil ik toch wel even benoemen. Ja, NPO, ja. We zitten meestal met de RTL's en de SBSS, maar de NPO die zijn we bijna helemaal vergeten. Ja, die moeten we toch ook weer een beetje omhoog halen, want die zijn toch ook belangrijk, hè? Ja, om daar te gaan werken met de Balkan, hoor. Ik zou het niet verkeerd vinden. Met de Balkan, hoor. Ja. Zou je dat willen? Ja. Zou je dat willen? Ja, dus als meneer Slachter kijkt, Balkan-norm, ga gewoon voor. Nou, goed. Ja, met onkostenvergoeding. Met onkosten, goed. Nou ja, die onkostenvergoeding neem ik dan zelf van mij. Nee. Maar even terug. Jij bent hier geweest. Waar moet ik dadelijk de deur door? Bij de NEP-gebouw. Ja? En dan moet je je spullen... Dat vind ik wel weer heel typisch tegenwoordig. Al je spulletjes die moeten door een metaaldetector. Je loopt door een metaaldetector en je moet alles afgeven. Het is net of je door bij Schiphol gaat of zo. Oké, ja, maar het is ook wel een beetje logisch natuurlijk. Ja, hè? En ik denk ook omdat het komt, omdat het een live programma is. Ik bedoel, er hoeft maar een gek te zijn die iets meeneemt. Of daar of zich vast gaat kleven aan het, noem het eens, aan het bureau of whatever. Het is live, hè? Secondenlijn bij je toevallig. Nee, en volgens mij is het niet helemaal live. Want toen met dat Nipplegate in Amerika hebben ze volgens mij alle live programma's afgesproken dat er een vertraging in zit van een paar seconden of zo, 5 seconden. Zodat als er iets geks gebeurt, dan kunnen ze het scherm op zwart zetten. Nee. Denk ik hoor, dat in Amerika is het zeker. Hey, dan gaan we maar even kijken. Het gaat steeds harder regenen, we gaan maar naar binnen dan. Ja, toch? Op naar de versnaperingen, want de versnaperingen zijn goed. Oké, nou dan gaan we kijken. Jongens. Tot de volgende. We gaan alles disrupten gewoon vandaag. Kom, we gaan.